Uit Den Haag was minister van Aertsen naar Utrecht gekomen voor de opening van de technische voorjaarsbeurs. Zijn excellentie zocht het direct hoger op. Met een grote bouwlift van geheel Nederlands fabrikaat, waarmee materiaal en arbeiders zeer snel op een bouwwerk naar boven kunnen worden gebracht, liet hij zich omhoog voeren om een indruk te krijgen van de omvang der buitenexpositie. Daar aan de Kroezelaan staan onder andere de grote hefkranen die bij de tegenwoordige flatbouw gebruikt worden. Een aparte groep is gewijd aan de schoolinrichting. De minister bezocht hier onder meer de leslokalen die door een fabrikant van schoolmeubelen in moderne stijl zijn ingericht. De vijzelpomp, waarvan het principe al heel oud is, vindt nog altijd veel toepassing. Steeds groter worden de perfectie en het vermogen van de machines die de mens helpen. Dat blijkt onder andere uit deze transporteur van boomstammen voor de papierindustrie. Een bezienswaardigheid van allure is de zogenaamde hoogwerker. Een op een auto gemonteerd apparaat met een beweegbare metalen arm waaraan een gondel is bevestigd. Met dit toestel, dat tot 13,5 meter kan worden uitgedraaid, zowel horizontaal als verticaal, kunnen in het algemeen op moeilijk bereikbare plaatsen werkzaamheden worden verricht. De bediening kan vanuit de gondel geschieden. De hoogwerker die in Nederland gefabriceerd wordt, is een van de vele machines die laten zien op welk hoog niveau deze internationale voorjaarsbeurs zich beweegt.